hartelijk welkom bij onze allereerste vlog die we ooit gemaakt hebben. We zitten nu in Zuid-Frankrijk in de buurt van Antibes. En in deze vlog gaan we ons vertrek volgens mij laten zien. Ja, vertrek zit erin. Volgens mij een stukje van de Elzas zit erin. Kerst hebben we daar gevierd. Ja. De eerste wandelingen met onze hond, de reis. En ja, het is wel een risico dat je deze vlog kijkt. Want het is nogal soms wiebelig. Dus we weten ervan, dat hoef je niet in de reactie te zetten. Daar moeten we nog aan werken. Dus heel veel kijkplezier. Oh ja, en wat is je het meest bijgebleven van de afgelopen week? Ja, gemene vraag, hè? Ja, dat weet ik zo even niet. Bij mij... De regen die we hadden in Nederland. Regen. Regen in Frankrijk. Heel veel regen onderweg. Ja, dat is bijgebleven. En vandaar dat we ook de hele tijd in het filmpje zeggen van nou, het is lekker droog. Of kijk eens wat lekker zonnetje. Maar hier is het in ieder geval wel top weer. Ja. Ik denk wel 17 graden, 18 ja, in het zonnetje. Ja. T-shirtje aan. Kijk. Ja, jij. En nou, wij gaan... Zo even wandelen met Misty, maar heel veel kijkplezier. En tot veel plezier. Doei doei. Doeg. We staan nu op camping Sint-Leonezee in Hockenheim. Ja. En nogal winderig, onze eerste overnachting. Gelukkig wel droog, maar er is wat storm op komst, dus we gaan nu snel rijden. En we gaan richting Coma, de boel een beetje opruimen hier en dan gaan we zo. En Misty heeft illegaal overnacht, want die mocht eigenlijk hier niet staan, maar dat wisten we niet. Dus die moesten we een beetje verborgen houden, maar dat is goed gelukt. Ja. Oké, okay, doei! We zijn in Frankrijk! Joehoe, we steken de Rijn over! Bonjour, nous sommes en France à la camping Le Recuire d'Alsace. Net iets boven Colmar, we zijn gearriveerd. Het is helemaal goed gegaan. Lekker plekje gevonden. Misty zit al lekker te verlekkeren voor het eten. En we gaan lekker nu even rusten voordat we misschien vanavond wat anders gaan doen. Doei doei! Dit vindt mam geweldig.
gehouden, of wat heb je gekocht? Nou, ik heb weer... Nee, ik laat hem... Wat wijn gekocht. Ja. Bij de wijnboer waar wij altijd heen... Of altijd. Twee keer heen geweest. Of ik. Toevallig met een fietsvakantie hier beland. Ja. En nu elke keer hier toch wat witte wijn ophaal. Hartstikke lekker. Nu een Pinot Gris en een Kahoot-Stramine, wat zoeter. Dat vindt Lianne wat lekker. En wat is, wat is de naam van het wijnhuis? Kruus. Kruus. G-R-U-S-S. In het plaatsje? Ikwiesheim. Ikwiesheim, daar zijn we dus nu. Op de kerstmarkt ook nog geweest. Ook nog geweest. Gaan we zo hebben hele leuke dingetjes gezien. En lekker cake gekocht. En lekker... Ham. Ham. Ja, wat was het? Pinot Noir? Foie gras. Ja, dat was, dat zat erbij. Maar... Ja. Nou goed. Dat was het dus. Ja. Doei doei. Het is vandaag zaterdag 24 december, 's ochtends vroeg, rond een uur of 9. We zijn hier op camping in Requier, of camping de Requier, dat zit aan die kant. We zijn hier donderdagavond of middag aangekomen, rustig geïnstalleerd. Gisteren zijn we nog naar een kerstmarktje geweest in Ikwiesheim, een plaatsje. Waar we al eens vaker geweest zijn in de zomer. Eigenlijk hebben we dit gebied ook ontdekt, de Elzas of ik, met een vriendengroep. Met een weekendje fietsen. Ofwel, hun gingen fietsen en ik ging golven, zeg maar. Eerlijk te zijn. Maar goed, het is hier wel heel mooi, vinden wij. Ik heb vorig jaar zijn we ook hier geweest met de caravan. En Lianne vond het hier ook fantastisch. Dus vandaar dat we hier nog eventjes een paar nachtjes blijven om ook kerst te vieren. Vanmiddag gaan we nog naar Colmar, een grote plaatsje hier in de buurt. Daar is ook een kerstmarkt als het goed is. Laten we die ook maar eens bekijken dan. Hè? En zo dadelijk ga ik nog even wat boodschappen doen. Want dat moet ook gebeuren voor de kerst. Dat we ook wat in de caravan wat lekkers te eten hebben. Nou, dat was het denk ik voor zover. Sta je klaar om te filmen en dan begint er een bladblazer. Dus zo werkt dat dus ook als je gaat vloggen. Doei! Hier kom je aan bij camping Requier in het plaatsje Requier. En het is een camping waar wij vorig jaar ook zijn geweest in de zomer. Een middelgrote camping, heel erg leuk, veel groen. Dat zie je nu natuurlijk niet. Rustige camping. Als er geen bladblazers zijn in de winter. Het is gewoon een hele familiaire leuke camping. Geen grote kinderactiviteiten. En in de zomer hebben ze hier heel vaak een foodtruck. Heel gezellig, elke dag wat anders. En hier heb je gelijk het sanitair gebouw. Een heel groot sanitair gebouw. Ze hebben er nog eentje achter op het terrein. Dus, degene die ze open hebben in de winter, gewoon allemaal heel goed geregeld. Dat zal ik zo even laten zien. Ik doe nu de douche open. Het is heel mooi ingericht, heel netjes.
Ik loop er snel weer uit, want er zijn ook mensen aan het douchen. Nette douche met wasbak, lekker warm. En als je dan om de hoek loopt, dan heb je hier ook de toiletten, het chemisch toilet en de afwas gebeuren. Dus heel goed voor elkaar hier. Lijkt een beetje gek waar ik nu film, want dit is een beetje grasveld en je ziet ook een beetje speeltoestellen. Maar hier is eigenlijk waar vorig jaar wij een heel leuk stel hebben ontmoet. We kwamen uit Haarlem en we werden allebei eerst hier op het veldje geplant omdat er geen plek was. En de dag daarna kregen we pas een plek toegewezen. De dag daarna kregen wij plek 117, helemaal lekker achter op de camping, heel rustig aan een meertje. En zij kregen, ik draai hem even snel om, deze plek. Ik weet zo niet welk nummer het is, maar ik ga zo even kijken. Ik draai mijn schermpje even om. We hebben hier met hun heel lekker wijn gedronken, gekletst. En zij vertelde ons, we hebben ons huis verkocht en we zijn een jaar op reis geweest. En we wilden misschien ook wel wat beginnen onderweg, een camping of wat dan ook. Hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben heerlijk gereisd. Zijn tussentijds ook al een keertje terug geweest. Maar daar is misschien wel het zaadje geplant. Zo van, goh, je verkoopt alles. En je gaat een jaar op reis. En daarna zie je weer verder. Ze hadden een hele grote Adria caravan. Kwamen uit Haarlem. Hadden nu een boot, een aak gekocht volgens mij. Een leuke discussie of de mast er wel of niet moest opblijven. Dat zouden we nog gaan kijken. Hebben we niet gedaan, want we wisten hun adres niet en ook niet, eigenlijk weten we hun naam ook niet. Maar het zou leuk zijn als ze nog eens een keer weer met ons in contact komen. Dus hier is het eigenlijk vorig jaar een beetje begonnen op deze camping. Het is een beetje gaan kriebelen. Hallo allemaal, goedemiddag alweer. Of het is net middag, 12 uur denk ik ongeveer. Eerste kerstdag. En we zijn aan het wandelen. In het prachtige Elzas. Tussen de wijngaarden. En het is de bedoeling dat we daar naartoe gaan. Klein herrinkje, maar we moeten natuurlijk een beetje inkomen qua bergjes en heuveltjes. Want sinds lange tijd hebben we niet meer gelopen. Lianne is ook aan de wandel. Het is een wandelingetje van een klein uurtje, denk ik. Valt op zich wel mee. En de zon schijnt. Want na een paar dagen regen, alhoewel gisteren hadden we ook redelijk weer. Het was een beetje bewolkt, maar niet echt harde regen. Maar nu hebben we echt zon. En daar doen we het eigenlijk voor natuurlijk. Hè? Mooie weer. Genieten. Uitpuffen. Met een klein hellinkje. En zo dadelijk gaan we lekker naar de caravan weer. En dan een lekker kopje thee of koffie nemen. Met een echte kerstcake uit Frankrijk. Wat willen we nog meer? Nou, allemaal fijne dag. En we zullen zo nog wel even wat filmen van als we boven zijn van de uitzichten. Doeg! Lianne? Doeg! We moeten nog wel even wennen met vloggen. We zijn er nog niet zo heel goed in, maar dat komt vanzelf, denk ik. Doei! Wij staan dan in de Elzas. We zijn net bovenop het heuveltje. En aan de overkant, ik weet niet of je het goed kan zien, maar dan zie je het Zwarte Woud al zo ver. Kan je hier gewoon kijken naar de heuvels in het berg en het Zwarte Woud. Tussen de wijngaarden, prachtig om te wandelen. Thank you.
je op de foto met een smiley. Hier in Frankrijk, waarom sta je op de foto met een smiley? Dat zal ik jullie vertellen. Bij Team Sport en Bewegen van Drenthe College hadden we aan het begin van de vergadering altijd van, nou ja, neem iets mee, of een kleur, hoe je erbij staat vandaag. En vrolijk, en het was dan groen, oranje of rood. Deze is wel oranje, maar wel een hele grote smile. Het is voor mij echt wel groen vandaag, met een grote smile, maar ik vond het te mooi om te laten gaan. Dus Sport, een dikke smiley vandaag, op eerste kerstdag. Hoi hoi! We zijn weer helemaal ingepakt. Rudolf zet de laatste spiegels goed. We vertrekken van Camping Riquier. Kom maar. Weer in de regen. Maar ja, dat is wel een goede dag om te rijden. En we gaan richting het zuiden, waar het hopelijk wat droger is. En warm is het hier wel, maar hopelijk dat het daar wat droger is. Goeie reis. Tot straks. Hey, een hele goede morgen. Het is dinsdag 27 december, we moeten even nadenken, dagen gaan zo snel. We hebben vannacht op Camping des Barolets gestaan in Lyon-Zuid. Het is een camping met aardig wat toeristische plekken, schijnt ook vrij druk te zijn in de zomer. Nu was het heel rustig, we hebben heerlijk kunnen staan, auto voor de caravan kunnen laten staan, waardoor we zo meteen vrij snel kunnen wegrijden. Het is koud vannacht, het was 3-4 graden. Dus best wel koud, maar het is droog. Dus we kunnen vandaag droog richting het zuiden rijden. Het sanitair blok van de camping ligt beneden. Niet nieuw, wel schoon. Alles basis. Kijk, hier is de afwasgelegenheid. Het koud en warm water. Ze hebben ook wasmachines. Chemisch toilet heb ik niet kunnen vinden, maar misschien ergens achteraf is het wel. Hier is het sanitair blok verwarmd, handig in de winter. Douches en toiletten aan de andere kant. Goede basisvoorziening, maar niet heel erg nieuw. En zoals je ziet op de achtergrond is Rudolf bezig met de laatste dingen. Goedemorgen Rudolf. Hij ziet de voort er niet, maakt ook niet uit. Ik heb lekker de zon op mijn toetje. Heerlijk, eindelijk de zon. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, dat deze camping 20 minuten van het centrum van Lyon is. Dus wil je Lyon gaan bezoeken? Bushalte stopt hier op 1 minuutje voor de deur. De gastheer bij de receptie spreekt ook Engels. Er is ook een madame, maar die spreekt minder goed Engels. Maar het is echt handig voor een stadsbezoek. Je kan er ook op de fiets naartoe. Er zijn wel wat fietspaden, maar toch wat minder dan in Nederland. Dus wat dat betreft, om Lyon te bezoeken, is het ook een hele handige camping. Je bent zo weer op de A7 richting het zuiden of noorden. Wij gaan zo naar het zuiden. Fijne dag allemaal. En als we weer in een nieuw plekje zijn, dan horen jullie weer van ons. Doei doei! En we moeten natuurlijk niet vergeten, wie zit er alweer klaar voor vertrek? Dat is onze Misty. Hey, hi Misje, goedemorgen. Zodra wij gaan inpakken, springt Misty al in achter in de auto. Ze hoeft niet eens vast aan een koord. Ze gaat zitten of liggen in dit geval al. En dan wacht ze net zo lang tot wij ook klaar zijn.
zoals jullie zien, de zee achter ons. Ik zal het even een stukje laten zien. De Middellandse Zee, dus we zijn in het zuiden, zonnebrillen op. Heerlijk weer. En dit is dan eigenlijk ook het einde van onze weekvlog. Hè? Ja. Wat we hier allemaal weer gaan beleven en wat we gaan doen, dat zien jullie volgende week weer. Allemaal hartelijk dank voor het kijken. Ja. Ik probeer het elke keer weer wat beter te doen. En vergeet ook niet, dat moet je altijd zeggen, te abonneren en duimpje. Dat komt allemaal nog wel. Nou, dat soort dingen in ieder geval. Hey, tot volgende week. Doei doei!